Op een koud trainingsveld bereidt FC Groningen zich voor op het duel van komende zondag tegen FC Twente. Eind september speelden beide ploegen in Enschede tegen elkaar. En toen was FC Groningen kansloos tegen FC Twente. FC Groningen verloor met 5-0. Het duel van komende zondag staat daarom voor FC Groningen vooral in het teken van revanche. Ja, dat moet wel. Dat is het minimale wat wij moeten brengen. Dat we deze wedstrijd echt laten zien dat we het willen winnen. Ja, we hebben wel wat goed te maken tegenover de supporters, tegenover onszelf vooral. Die 5-0, daar willen we helemaal niet meer aan denken. Het is gewoon weer een nieuwe wedstrijd, maar we moeten wel even aan de bak, ja. FC Twente is de laatste jaren een lastige tegenstander voor FC Groningen. De laatste keer gewonnen in 2007. Hoe komt het nou dat FC Groningen altijd zo moeilijk heeft tegen FC Twente? Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het is lastig. Misschien dat wij iets te mat spelen de laatste jaren. En ja, er moet zondag wel een tikje bij eigenlijk. Ja. Dus meteen de vol bovenop, meteen druk zetten, publiek erachter. Ja, mag je niet zeggen, straks krijg ik de trainer mee. Nee, het is wel de bedoeling dat wij gelijk druk zetten. Ja, we moeten gewoon volle bak gaan. Uitgezonden de 5-2 overwinning op NEC heeft FC Groningen de laatste wedstrijden moeite met het benutten van de kansen. Het doel wordt wel gevonden, maar wat er nog aan ontbreekt is het vinden van het net. Ik denk dat dat nog beter kan. Het veldspel is goed tot aan de 16 en dan belonen we onszelf niet. Ja, we komen vaak voor die goal en de echte kansen creëren en echt... keer die 2-0 of 3-0 maken, dat ontbreekt er nog aan, ja. Als je dan bijvoorbeeld twee goals maakt, dan geeft dat wat meer rust in de ploeg. Maar nu heeft de tegenstander altijd het gevoel dat ze terug kunnen komen. En dat was zaterdag het geval. Een van de spelers die moet zorgen voor een goede voorzet zondag is Filip Kostić. Hier legt een voormalige linksbuiten, Peter Hoekstra, aan Kostić uit hoe hij de voorzet op bijvoorbeeld spits Michael de Leeuw moet geven. Het gaat er bij hem dat hij herkent wat de Leeuw eigenlijk altijd doet, hè? Die heeft altijd een loopactie of de tweede paal of eerste paal. Nou, vooral als hij de achterlijn haalt, gaat hij vaak naar de tweede paal. Dat hij daar ook meer oog voor hebt. Vooral in de aanname is het belangrijk dat je vooral naar voren kijkt. Niet te veel op de bal gericht bent. En dan zie je wat er voor de goal gebeurt. Dus dat zijn een paar kleine dingetjes. En daar probeer je steeds op te hameren op met hem. En dan kijken of het oppakt. Pakt hij het op? Nou, dat moet de komende weekend blijken natuurlijk. Michael de Leeuw scoorde in de laatste twee duels 4 doelpunten. En is topscorer van FC Groningen met 7 goals. Het zou mooi zijn als naast De Leeuw ook andere spelers tot scoren kunnen komen tegen Twente. Ik weet dat iedereen 100% wil geven en gewoon de goals wil maken. En, ja, het is gewoon volhouden en blijven gaan. En dan komen die goals vanzelf, denk ik. Hans Hatenboer zal ontbreken tegen FC Twente. De terugcommissie van de KNVB handhaafde de straf van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 wedstrijd voorwaardelijk. Voor de mensen die er nog niet van overtuigd zijn of ze een kaartje moeten kopen voor FC Groningen FC Twente, luister dan even naar wat Tom Hiarie te zeggen heeft. Wij gaan volle bak en zij gaan waarschijnlijk ook vroeg druk zetten. Het zal een open wedstrijd worden. Dus ja, het wordt wel leuk, denk ik.